eigenlijk twee grote problemen waren om Food online succesvol te doen. Eén was, de klant wil niet wachten op zijn boodschappen. En de klant wilde eigenlijk ook voor het aan huis leveren niet betalen. Nou, vanuit die observatie hebben zij gedacht, goh, is er niet een manier waarop wij tegen gelijke prijzen en tegen gelijke parity pricing en tegen gelijke voorwaarden het bij de klant thuis kunnen brengen. Meer dan 80 steden in Nederland en in bijna het hele land behalve eigenlijk het oosten en het noorden. En we zijn ook naar Duitsland gegaan. Ja. Daar zijn we nu wel in zo'n 30, 35 steden aanwezig. Nou, de experts zeggen dat het misschien wel net als andere categorieën wel richting de 20, 30% van de markt kan gaan.